bij het Belkin Paracycling Team vinden sporten voor kinderen super belangrijk. Wij zien heel graag kinderen aan het sporten. En samen met het Jeugdsportfonds, de gemeente Utrecht en de ambassade, de Nederlandse ambassade in Parijs, hebben we het idee opgevat om met een kids tourploeg zeg maar, van Utrecht naar Parijs te gaan fietsen. Vandaag hebben we hier in Nieuwegein op de Nederrijnse Berg hebben we 27 kinderen. En we gaan vandaag de grote selectiedag houden. Dus vandaag gaan we uit die 27 kinderen, gaan we 9 kinderen kiezen. Die, of selecteren, die mee mogen in de tourploeg. En met als doel dus aandacht vragen voor sporten voor kinderen en het Jeugdsportfonds. Ik ben al eigenlijk de afgelopen jaren veel bezig geweest om kids een beetje enthousiast te maken voor fietsen. Dus dit past eigenlijk wel goed bij. En tof dat de ploeg het zo oppakt. Ik denk dat het een heel zware beproeving gaat worden, want het is natuurlijk een heel eind fietsen. Zeker voor kinderen die nieuw zijn in de wielersport en die niet echt heel veel ervaring hebben. En we proberen ze hier zo goed mogelijk voor te bereiden en een leuke, gezellige groep samen te stellen om die kant op te gaan. Wat we hier gedaan hebben bij het fietsen, dat is, we hebben eerst de kinderen allemaal een fiets aangemeten. En een helm gegeven natuurlijk, een bidonnetje om wat te drinken. En daarna hebben we een aantal oefeningen gedaan met wat techniek oefeningen, bochten, remmen natuurlijk. En hebben we eigenlijk in een heel korte tijd snel kunnen bekijken wie de talent heeft om mee te gaan. En wie het snel oppakt. En bij wie er nog wat dingen aan te leren zijn. Nou, we kijken vooral of de kinderen snel eigenlijk oppakken wat we ze proberen uit te leggen. Maar ook hoe ze zich in de groep houden. Dus of ze behulpzaam zijn naar andere kinderen. Eigenlijk dat soort dingen. Dus niet alleen het fysieke en het technische, maar ook het sociale aspect. Fietsen is natuurlijk super trainbaar, dus een beetje oefenen, dat scheelt altijd. En voor de rest, als het eenmaal begonnen is, gewoon lekker lol maken. En dat is het belangrijkste. Dat je een leuke groep hebt, dan vliegen die kilometers voorbij. En dan vergeet je dat het soms ook best wel een beetje pijn doet. En dan kun je gewoon genieten van de trip zelf. Ergens in de komende week, dat zal woensdag of donderdag zijn, zullen we iedereen informeren die mee mag, maar ook degene die niet mee mogen. Helaas moeten we een keuze maken tussen uit 27 kinderen en het worden er maar 9. Maar ja, dat is de harde wet van de topsport en dat gaan we komende week doen.